Daar droom je van als kind natuurlijk. Zoals zoontje van een brandweerman wil worden, wilde ik chauffeur worden. Toen ik als kind was, kwam ik al heel veel bij Breda Transport. Omdat mijn vader daar toen de tijd ook werkzaam was. Ja, op zo'n moment ben je jong. En als je vader ook dat werk doet, dan wil je natuurlijk ook met alle geweld vrachtwagenchauffeur worden. Maandag in Nederland, ik kom het weekend in Nederland. Dan kun je het wel halen, denk ik, hè? Morgen in Genua. Hè? Het is donderdagmiddag en spitsuur op het kantoor van Breda Transport in Hazeldonk. Ja, die moet echt naar huis laten liggen. 180 vrachtwagens heeft dit bedrijf. Ja, maar zijn de meesten op vakantie of ze kunnen vanavond? Transport op Marokko en Tunesië, dat vormt het grootste deel van de omzet van deze vervoerder. Textiele grondstof van verschillende Europese leveranciers gaat erheen, confectie komt terug. We houden hier vanuit Nederland houden alles in de gaten. Dus zowel van Engeland, Italië, Frankrijk. We houden alle wagens in de gaten die dus naar Marokko rijden. En dan, ja, de linkerkant, dat zijn de wagens die op dit moment vanavond en morgenochtend gaan vertrekken naar Marokko. Dus je ziet, er zijn er 10 stuks. De wintercollectie komt deze kant op. Heel veel volume, dus enorm veel vrachten. We weten niet waar we het vandaan moeten halen in deze tijd. Het is echt een absoluut gekhuis. Het materiaal dat krijgen we niet aangesleept om alles weg te halen. Daar. Ik kan het moeilijk zeggen tegen. Krijgen we niet aangesleept. Omdat er daar veel geproduceerd is. Omdat er daar veel geproduceerd wordt. Wintergoed is zeer, heeft zeer veel volume. En daarom komt het ook met heel veel auto's terug. Kijk, zomergoed is dun. Dan passen 20 jurkjes passen op een veel kleinere oppervlakte als 20 winterjassen. Marco. Voor de heenreis naar Marokko halen Ron van der Goorberg en andere chauffeurs lading op in Amsterdam, in Hengelo of in Osnabrück. Sommige klanten gebruiken deze loods van Breda Transport als tijdelijke opslag. Een van die klanten is Dutch Fashion Services. Een handelsmaatschappij die weer werkt in opdracht van de klerenmakers. Hier zijn we onder andere hangers, kleerhangers aan het laden voor Marokko. We zijn hier voeringen voor Colbert zijn wat laden. Garens, allerlei soorten plakvlieselines. En die worden daar gebruikt, ja, voor de productie. Het merendeel van het kreetproduct komt dus terug naar West-Europa. Wordt verkocht in Nederland, Scandinavië, België, Duitsland, Engeland. In de vorm van? Colberts, pantalons, ondervesten, jassen. Maar waarom wordt dit allemaal in Marokko gedaan? Waarom het in Marokko gedaan wordt? Marokko is nog een van de goedkopere loonlanden. De lonen liggen er vrij laag, veel lager dan in West-Europa. West-Europa is, geloof ik, is vrij duur. Vandaar dat het in Marokko gemaakt wordt. Hazeldonk is de hoofdvestiging van Breda Transport. Ook in andere Europese landen heeft het bedrijf vestigingen. En het rijdt ook met chauffeurs uit die landen. Vooral in deze tijd moet er nogal eens onder grote tijdsdruk worden gewerkt. En dan is het voor de planning niet meer vanzelfsprekend dat een chauffeur volgens het boekje werkt. Tu respectes les heures si tu arrive ici vers 2 heures. Ah, respecter les heures, pas, c'est pas possible 8 heures du matin en Hollande. Non. Non. Non, mais la marchandise, il faut absolument livrer demain. Hein? Ouais, mais moi j'ai dit pas de problème, monter Hollande, pas de problème. Ja, mais la marchandise, il faut aussi livrer hein, demain. Ouais, et dormir quand, Marco? Ja, après ça. Ah, ja, nou, wij maken dus het papier in orde hier voor die vrachtwagens. En de rest laten wij dus over aan Breda Transport zelf. Die maken dus uit welke waarde ze gebruiken. Of ze onze beide klanten die we vandaag gaan versturen combineren in één vrachtwagen. Of verschillende vrachtwagens gebruiken. Hun moeten er gewoon voor zorgen dat onze er heel uit zaken komen. En op tijd. You mean it's like a whole day, 2 days off? 2 days off? Yeah, I think so. That's an awful lot, hè? Donderdag, eind van de middag. Ron is teruggekeerd van het laden van een andere wagen in Amsterdam. Op kantoor levert hij de vrachtpapieren af. Sinds zijn vorige Marokko-rit heeft hij 1 dag vrij gehad. Ik ben dinsdagavond teruggekomen
Woensdag ben ik vrij geweest. Ik heb vandaag ander werk gedaan met een andere auto. Nu zijn ze mijn auto aan het laden. En de bedoeling is dat we morgen weer gaan vertrekken. Ik hoef er niks aan te doen zelf. De wagen wordt geladen door mensen met ons. En dan gaat het allemaal prima, hoor. En is de droom uitgekomen? Ja, in eerste instantie wel natuurlijk. Kijk, na zoveel jaren ga je het allemaal wat anders zien dan je natuurlijk nog kind bent of nog jong bent. Hoe anders? Ja, er komen meer dingen bij kijken natuurlijk. Op zo'n moment ben je jong en dan zie je alleen maar die vrachtwagen en dat werk. Maar later, je gaat trouwen, huisje kopen, al die dingen die gaan erbij komen natuurlijk. Maar dat denk je dan op dat moment niet aan. Had het toen voor jou een romantiek? Ja, ik denk het wel. Het is iets wat je van kind af aan ziet en waar je bij bent. En je wilt toch zelf met die auto rijden. Het trekt je op zo'n moment gewoon heel erg aan natuurlijk. Ik denk dat het iedereen is die over een bepaald beroep, wat hij graag zou willen doen, daar wel op zo'n manier naartoe leeft natuurlijk. Tot het moment is dat je het daadwerkelijk kunt gaan doen. De volgende ochtend, vrijdag. De routine voor vertrek. Ron gooit zijn twee tanks vol. Hij heeft dan 600 liter diesel aan boord, goed voor 12 tot 1500 kilometer. Dat is bijna 1 op 2,5. Op kantoor hoort hij welke lading hij aan boord heeft en voor welke klanten. Het is pure routine voor hem. Hij heeft de route al zo'n 150 keer gereden. Hier krijgt hij geld mee voor onderweg en schijven voor de tachograaf. Een apparaat dat bijhoudt wanneer en hoe lang de wagen rijdt en hoe hard er wordt gereden. De rit naar Marokko is rond de 2600 kilometer. Ron wordt in dit geval op in Breda geladen, gewoon op ons depot. Via Antwerpen, Gent, Lille, Parijs, Orleans. Komen ze in Blois, Blois Tours. Dan gaan ze hier nationaal rijden over Bordeaux. Dan gaan ze via Irun, Burgos, Madrid, hier Bijlen. Granada, via Malaga, naar Algeciras. Hoe bijzonder is Marokko als bestemming? Heel bijzonder. Dat er veel gevaren zijn. Gevaren van drugs, gevaren van slechte wegen, immigranten. Iedere week bijna last van immigranten in onze auto's. Hoe werkt dat dan? Snijden ze een gat in het dak en dan kruipen ze erin. Het is gewoon een hele andere. Het is zo arm. En alle mensen die willen weg daar. En dan proberen ze via onze auto's weg te raken. En dat komt helaas te vaak voor dat ze via onze auto's in Europa raken. Dan zitten ze gewoon of eronder, of er snijden ze gat in het dak. Heel vaak worden ze ook gesnapt in de haven. Ja, het komt wel eens voor als ze er doorheen glippen. Dit is de Belgische agent. Moment, ik heb een probleem met de auto. Wat dan? Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik denk luchtvering van de aanhangwagen. Wat voel je dan? Remmen aanlopen. Reatransport, goedemiddag. Goedendag, met Ron. Mag ik Martin van de garage? Momentje, sorry. Yo. Hallo? Ja, met mij. Ja? Ik krijg mijn aanhanger bijna niet meer van zijn plaats. Oh, hij krijgt zijn aanhanger van de plaats. Hé? Ja. En de verlichting zit ook helemaal verkeerd. Hij staat in brand, zo wat. Wat was dat nou? Slangen eruit. We hebben hier nieuwe slangen ingebracht. Dat is die twee met elkaar verwisseld. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je in plaats van op de ene leiding komt er, als je op de rem trapt, komt er druk op te staan. En de andere staat constant druk op, dus de voorraad. Als je die om gaat draaien, dan komt er. Laat je altijd op de rem staan. Het is nu 2:30, vrijdagmiddag. We zijn een beetje later als gepland, maar ik wil eerst tot de Belgisch-Franse grens rijden, naar Menen. Daar even iets eten. En
En dan proberen binnen 4,5 uur achter Parijs te komen. Of dat gaat lukken. Het is vandaag een hele drukke dag. Alle Fransen gaan vandaag met vakantie. Dus we moeten maar even proberen hoe ver we komen. En hoe lang mag je aan één stuk doorrijden? 4,5 uur maximaal. Dan moeten we pauze nemen van 3 kwartier of een uur. Dan mogen we weer 4,5 uur. Tot een maximum van 10 rijuren per dag. Een peperstick. Met frietjes, ja. Een beetje deur gebakken, hoor. En een cola. Hallo. Nou, hey. Ja, prima met jou. Ja, maar het gaat slecht, de telefoon. Iedere keer niet bereikbaar. Ja. Ja, ik ben net vertrokken. Ik kom maandag. Ja. Alles goed daar? Wesley ook? Ismaël ook? Victoria ook? Heb je papieren voor de visum gehaald? Nog niet. Voordat ik mijn vrouw ontmoette, was ik altijd alleen natuurlijk. Ik woonde nog thuis. En ja, het is een stuk rustiger geworden natuurlijk. Dus toen moest ik net eens het grootste gedeelte van de chauffeurs nog 's avonds op restaurant gaan eten. 's Avonds een glaasje bier komen, 's nachts in die auto slapen. Als je het niet anders weet, dan is het zo. Maar voor mij is het een stuk beter geworden. Ik ben getrouwd. Een Marokkaans meisje, Marokkaans vrouwtje. Heb ik ook ontmoet in Marokko. Ongeveer 4 jaar geleden zijn we getrouwd. Alle papieren Marokko klaargemaakt. Dat is ze daar, aan de, daarboven hier? Ja, hierboven. Maar nu wonen we in Nederland. Ze is nu op vakantie in Marokko, maar normaal woont ze ook in Nederland. Oh, dus we gaan haar zien in Marokko straks? Ja, waarschijnlijk wel. Ik denk het wel. Ze zal me wel opkomen halen op het moment dat we in Marokko aan gaan komen. Kijk je collega's er tegenaan? Oh, er zijn meerdere collega's hoor, die ook getrouwd zijn met een Marokkaans meisje. Of een Tunesisch meisje, of een Pools meisje. Ligt er maar aan op welke landen ze rijden natuurlijk. Hmm. Maar de meeste vinden het wel leuk. De meeste jongens die hebben gewoon, die zijn getrouwd, die hebben een gezin. En die willen gewoon weekenden thuis zijn, die willen 's nachts wel eens een keer een nachtje weg zijn. Of door de weeks, maar niet de weekenden. Die krijgen ze absoluut niet weg. Daar hebben ze voor gekozen. En die andere jongens hebben gekozen om altijd weg te zijn. Die hebben hier wel een sociaal leven, maar ja, zeer beperkt. Als ze soms thuis komen, het eerste wat ze vragen, wanneer kan ik weer weg? Dat is soms heel vreemd. Er zijn soms maanden van huis. En dan komen ze thuis. En dan vragen ze ja, 1 of 2 dagen vrij. En dan staan ze weer te popelen om te vertrekken. Ja. Dat zijn goeie voor het bedrijf? Voor het bedrijf wel. Maar ja, dat zit er gewoon in bij die gasten. Die komen aan en die willen wel heel even naar huis eventjes wat dingetjes regelen. Maar daarna gelijk weer weg. We hebben erbij die komen niet verder terug als Madrid. Want? Want dan willen ze weer koppelen, weer terug naar Marokko. Hmm. En dan gaan ze weer terug. Die blijven soms maanden achter elkaar blijven die heen en weer rijden. Maar dan willen ze zelf zijn. Echt apart slag mensen, ja. Die kunnen niet tegen om thuis te zijn. Bijna 7:30. We naderen Parijs. We zijn op de hoogte van Charles de Gaulle. Ondanks alle voorspellingen van grote verkeersdrukte passeren we soepeltjes de zo gevreesde periferiek om de Franse hoofdstad. Het is niet zo druk, hè? Nee. Heel erg rustig. Voor kilometervreters als Ron heeft Parijs op de terugweg een aparte betekenis. Oh, dat is bijna thuis. Daar is nog 1 keer stoppen en dan zijn we thuis.
Ja, als ik ergens stop of als ik alleen onderweg ben, dan is het rustig natuurlijk. Het is leuker, gezelliger om met collega's te kunnen gaan eten. Of ergens een stop te maken. Maar als ik eenmaal alleen onderweg ben, dan vermaak ik me eigenlijk ook prima. Het is niet zo dat ik anderen ga zoeken, collega's ga zoeken of bij Hollandse chauffeurs aan tafel ga zitten of dezelfde dergelijke dingen. Dan kan ik me eigenlijk prima alleen redden. Geen probleem meer. Oké, je raakt eraan gewend, maar zou je niet liever toch iets anders hebben? Ja, ik was wel. Eigenlijk sinds ik getrouwd ben, maar ja. Dan ga je het wel missen natuurlijk. Je mist haar? Ja, het huiselijk leven, dat ontbreekt. Het is de weekenden, daar gaan de meeste gezinnetjes trekken erop uit. Ja, wij niet. We zijn altijd alleen. Ik ben alleen, mijn vrouw is alleen. En die dagen dat ik dan thuis ben, ja, dat is zo kort. Dat is altijd heel hectisch. Je moet je boodschappen doen. De dingen die je moet regelen, moet je allemaal in die korte tijd regelen. Dus ja, dat is niet altijd even prettig. Gelukkig kan ze dan regelmatig meerijden. Dat ontbreekt het nog een beetje. Maar nou, hoe lang gaat dat goed in de relatie? Ja, ik hoop dat ze het nog even volhoudt. Want hoe lang houd jij nog vol dit werk? Oh, ik hou er wel een tijdje vol. Het werk is natuurlijk grandioos mooi voor ons. Maar ja, thuis. Kijk, aan de ene kant verdien je een goede boterham natuurlijk. Dus we kunnen aan alle twee kanten wonen. Maar ja, het moet wel opgebracht worden natuurlijk. Je hebt ook een appartement in Tanger? Ja, ik heb een appartement in Tanger en een huis in Holland. Met ander werk gaat dat natuurlijk niet. Hoe heet je vrouw? Zubida. Hij rijdt een 30 tonner diesel. Achtervolgd door zijn verdriet. Want thuis, daar zit een mooie vrouw. Die hij veel te weinig ziet. Ergens kan het zo niet langer. En dat voelt hij heel goed aan. Het staat wel een beetje op jou ook, hè? Ja. De meeste chauffeurs zeker, hè? Vrijdagavond tegen 11. Ron draait het terrein op van de Franse vestiging van Breda Transport. Er staan wel een paar trucks, maar er is geen mens te bekennen. Dit wordt zijn eerste nachtstop. Een mooie rustplek. Er is niemand, het is heerlijk rustig. Een mooie afsluiting van de eerste dag. De collega's komen er meestal al wel 's avonds later of de andere dag 's morgens. Ik was maar op dat moment alleen. Gezellig is anders. Ja, dat als ik gezelligheid wil hebben of zoeken, dan moet ik natuurlijk naar een chauffeurscafé rijden. Daar in de buurt. Maar nee hoor, het was best gezellig alleen zo. Ik denk dat ik als ik 's avonds in bed kruip, dat ik dezelfde gedachtegang heb als iemand anders. Dat je de dag nog eens overdenkt of je denkt aan de dag van morgen. En dan lekker gaan slapen. In een kleine ruimte? In een kleine ruimte, ja. In je uppie? In mijn uppie. Ja, nee, dat speciale gedachte heb ik daar niet bij. Je gaat slapen. En 's morgens sta je gezond weer op. Zaterdagochtend. Ron heeft intussen gezelschap gekregen van collega Peter, die ook op een Rocco rijdt. Het is een apart wereldje, ontdekte Marion Schiba toen ze hier kwam werken. Ik moet zeggen, voordat ik bij Breda Transport kwam, had ik iets van vrachtwagenchauffeur. Als je op de weg was, die grote wagens. Nou, dat vond ik allemaal niks. En ik ben bij toeval bij Breda Transport terechtgekomen. En het is eigenlijk een ziekte, want als je niet op de weg zit, het enige waar je naar kijkt is naar die vrachtwagens. Ja, ik heb er bewondering voor. Het zijn allemaal aparte mensen met een eigen verhaal. Ja, ze zijn direct, ze zijn eerlijk.
Zeggen waar het op staat, nemen geen blad voor de mond. En ja, ook als ze hier de parking afrijden, ja, ja, het kriebelt in je bloed. Noodgedwongen is het vertrek pas om 12 uur. Dit weekende gaan een paar miljoen Fransen met vakantie. En een rijverbod voor vrachtauto's moet de verkeerschaos wat beperken. Tijd winnen door harder te rijden is niks voor Ron, zegt hij. Zijn eigen snelheidsbegrenzer is nu dan toevallig stuk. Maar van kunstjes om dit apparaat te omzeilen wil hij niet weten. Er zijn wel wagens bij die door een zekering uit kunnen geschakeld kunnen worden. Maar meestal vallen er ook andere functies van de wagen uit. Als je er zo ver op gestudeerd hebt dat je dat gevonden hebt om een schakelaar tussen te zetten, dan... En er zijn er veel hoor, want als je kijkt bijvoorbeeld Spaanse auto's, jonge, nieuwe Spaanse auto's, die rijden allemaal 100. En hier in Frankrijk ook. Dus dat is ook weer iets. Officieel moet dit in heel Europa nou ingevoerd zijn, maar... Dus die rijden te hard? Ja. Spanjaarden, Portugezen. Maar ik zie jou nou de ene vrachtwagen naar de andere inhalen. Ligt het dan aan hun of aan jou? Nee, dat ligt aan mij. Jij rijdt er gewoon harder. Ik rijd nou iets harder, ja. Stinkend rubber bij de wagen van een Franse collega. Hij blijkt te rijden met de luchtvering van de truck omlaag. De trailer raakt daardoor de banden. Het loopt goed af. Net geen klapband. Even verderop staan we opnieuw stil. Nu voor een tolkantoor. Daar hebben we toch geen dolletje van om zo te rijden? Nee. Zit je er vaak in? Een paar keer per jaar, hè, met de vakantietijd, deze maanden. Hoe lang rij je nou dit hele stuk van Breda tot in Marokko, waar je zijn moet? Normaal 2,5 dag. En nu dag 3? Ja, gaat wel op neerkomen dat het zo door blijft gaan. We hebben elkaar ontmoet in Tanger. Zij was toen... Net terug uit Duitsland. Ze woonde in Duitsland. En ja, het was niet gelijk van we gaan trouwen natuurlijk. We hebben er ongeveer een jaar over gedaan. Toen heb ik ook een appartementje gehuurd en aan die rand zijn we de trouwprocedure begonnen. De relaties van chauffeurs met hun vrouw of met hun vriendin is wel eens moeilijk. Of misschien zelfs dikwijls moeilijk natuurlijk. Er zijn veel chauffeurs die al heel lang getrouwd zijn en die waarvan hun vrouw niet anders weet. Maar er zijn toch wel veel huwelijken die kapot gaan. Kapot lopen op het feit dat je dus nooit thuis bent. Of weinig thuis bent. Je kan het op het moment nog redelijk oplossen allemaal dat we daar wonen. Maar ik geloof dat er ook best wel veel jonge chauffeurs zijn die het werk ervoor opgeven. En die gewoon zeggen, nou ik doe het niet meer. Of ik doe dat soort werk dat ik 2 dagen van huis ben. Of 3 dagen van huis ben. En dan weer thuis ben. En de weekenden thuis ben. En dat zou ik zelf ook op een gegeven moment willen gaan doen. Ik denk niet dat ik nog tot mijn 65 op Marokko of in ieder geval verre landen blijf rijden. Ik wil op een gegeven moment ook, zoals ze dat zeggen, een beetje rond de kerk rijden. In zoverre dat ik dan toch in ieder geval wat meer weekenden thuis ben. Ik denk de meeste chauffeurs dat die dit werk doen en die getrouwd zijn, die dat wel in de hoofd hebben van zoveel jaar wil ik het doen en dan ga ik het afbouwen, ga ik rustiger werk doen. Zaterdag, eind van de middag, Zuid-Frankrijk. Er is een discussie tussen de chauffeurs. Anders dan zijn Engelse collega Jerry wil Ron vannacht nog het Noord-Spaanse Baskenland door zijn. Omdat daar een zondags rijverbod geldt. Maar als het verkeer tegenzit, lukt dat niet binnen de 10 uur die je maximaal per dag mag sturen. Ik ben ervoor om dan eventjes tot Pamplona te rijden. Dat is maar een stukje van 40 kilometer. Dus er is nog geen uur. Maar dan zijn we in ieder geval morgen rustig. Kunnen we morgen gewoon de hele dag rijden.
En anders moeten we morgen de hele dag stil blijven staan en dan zijn we verplicht om morgen nacht om 12 uur te vertrekken. Dan zijn we heel de nacht aan het rijden. Dus dat, zelfs als het betekent dat de rijtijden dan niet meer helemaal kloppen, als je vandaag iets langer doorrijdt? Nee, dan niet. Ja, dan gaan we over 40 kilometer, dus dat is niet zo'n zwaar probleem. Dus als je daar een bekeuring voor krijgt? Heb pech gehad. Wat heb ik? Heb je gewonnen van de week? Wat? Heb je gewonnen van de week? Ja, we hebben gewonnen. Eerste prijs. Nou, gefeliciteerd, jongen. Oké, man. Dank je. Willy, ik kan je niet meer verstaan, jongen. Ik zie je volgende week wel, hè. Normaal heb je dat traject makkelijk. Red je dat makkelijk in 10 uur? Nee, minder, 9,5 uur. Maar ja, zulke vielen en dergelijke omstandigheden, ja, dat kun je van tevoren niet weten natuurlijk. Je vermoedt het wel en er wordt natuurlijk wel voor gewaarschuwd. Maar ja, dat zijn af en toe de discussies die je hebt, onderling natuurlijk. En je moet het wel proberen natuurlijk. Als je op voorhand al zegt van nou, dat red ik niet. En je stopt dan ook al op voorhand. Ja, dat vind ik altijd een beetje dom. Dit is niet jouw favoriete manier van rijden op dit soort wegen? Nee. Deze wegen kun je beter overdag rijden natuurlijk. Ook omdat ze een stuk mooier zijn dan natuurlijk. Een stuk mooier en het is nogal bochtig, dus we gaan redelijk oppassen nu. En dat aan het eind van een lange dag? Ja, dat is het leven van een chauffeur. Je schudt ook behoorlijk door, moet ik zeggen. Ja, ik heb er maar meer gereden, dus ik weet ongeveer de bokjes. Ongeveer? Ja. Nee, ik weet ongeveer wat de gevaarlijke zijn. Zondagochtend Noord-Spanje. Het is toch net binnen de tijd gelukt om voorbij Baskenland te komen en zo aan het rijverbod daar te ontsnappen. Het streven vandaag is Santa Lucia te halen, een wegrestaurant halverwege Madrid en de Middellandse zeekust. Een collega van Ron blijkt de vorige dag een eind met een kapotte band te hebben gereden. Rodney, een ingehuurde Engelse chauffeur die rijdt voor de Franse vestiging van het bedrijf, heeft een nogal zwaar beladen oplegger. En bij kuilen in de weg is de band steeds tegen de zijkant van de wagen aangelopen. You didn't earn any money again. Oh, Mr. Breda. Dag 3. Het wordt een lange, hete rit over de Spaanse hoogvlakte. We hebben al een paar keer gesproken over kinderen. Mijn vrouw is ook heel erg wisselvallig wat dat betreft. Eenmaal zou ze juist heel snel al kinderen willen hebben. Op het andere moment zegt ze ook nee, het is beter dat we wachten. Het is beter dat ik nog dit doe en nog dit afmaak. En kun je dan dit werk blijven doen, die lange ritten blijven maken? Ja, ik denk het wel. Maar mijn vrouw denkt van niet. Dus het zal nog een discussiepuntje worden. Het grootste deel van de reis zit er nu op. Morgen bereiken we Algeciras voor de overtocht naar Marokko. Pas dan zal Ron voor het eerst weer contact hebben met vertegenwoordigers van zijn bedrijf in de haven. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Tony. Manolo. Manolo, ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Donc, il est là. Allez-y, il est ici. Tiens-moi, s'il te plaît. Tu m'appelles, s'il vous plaît. Ok. Allô? Adolfo? Yes. Hello, this is Ronnie. Ronnie, good morning. How are you? I'm fine, and you? Fine. Okay. I'm almost in the port. Yeah? But did you speak with Miriam?
direct mee met de eerste veerboot of moet je achteraan aansluiten? Ja, dat hangt er vanaf. Ik hoop dat we een beetje redelijk op tijd de boot hebben. Misschien 3 uur, 4 uur. Dat hangt eraf van het toerisme. Als er heel veel toerisme staat te wachten, dan gaat het half-half. Een paar vrachtwagens per schip, met grote delen toeristen. Of we moeten wachten tot vanavond dat ze 1 complete boot of 2 complete boten pakken voor het vrachtverkeer. Maar dat horen we straks pas als Bredatensport de boeking gedaan heeft. De goederen in onze vrachtwagen verlaten hier de Europese Unie. De nodige douaneformaliteiten worden geregeld door het kantoor van het bedrijf in de haven. Het is inderdaad druk. Toeristen, maar vooral veel Marokkanen uit Frankrijk, België en Nederland die op familiebezoek gaan. Algeciras is een drukke haven geworden door de nog steeds groeiende stroom personen en goederen de straat van Gibraltar over naar Afrika en terug. De transporteurs hebben afspraken met de rederijen, waardoor hun oponthoud zoveel mogelijk wordt beperkt. Maar enkele uren wachten is in deze vakantietijd normaal. Een paar boten later is Ron aan de beurt. Hij stuurt zijn 18 meter lange combinatie tot op de centimeter nauwkeurig het ruim van de ferry in. Met de paspoortcontrole aan boord passeren we praktisch al de grens met Marokko. Een land met een andere cultuur en ook met een ander idee over vrijheid van meningsuiting, zoals spoedig zal blijken. Als we aan boord komen, dan gaan we eten. Het is een speciale restauratie voor de chauffeurs, waar je bediend wordt, netjes bediend wordt. En verder is er eigenlijk weinig te doen aan boord van zo'n schip. Met heel mooi weer kunnen we wel eens boven gaan zitten. Maar ja, we hebben het al verschillende keren gezien natuurlijk. Dus dan is het meestal, het is maar 2 uurtjes de overtocht. Dus als we ons gemak eten uitgebreid, dan zijn die 2 uur meestal wel voorbij. Met Marokko in zicht wordt Ron voorzichtig in zijn uitspraken. Eerdere, buiten de camera omgedane, kritische uitspraken wil hij niet herhalen. Wat zijn nou specifieke problemen voor Marokko, meer dan in een ander Europees land? Ik denk het grootste probleem is met die huistoestanden. Maar dat is dan met de export natuurlijk, dus niet met de import. Als je met het land binnenkomen. En daar wordt ook streng op gecontroleerd. En voor de rest, ja. Met confectie in een export. Het is allemaal normaal. Kijk, je bent normaal langer bezig als in Europa. Bij ons is het allemaal veel meer gemoderniseerd en bij ons gaat het allemaal veel vlotter. Daar wordt echt op je beurt wachten. Er worden declaraties gemaakt en die worden gewoon onderaan op het stapeltje, bovenaan op het stapeltje. En dan wordt één voor één afgewerkt en dan moet je op wachten. En is er een probleem, dan verschuift hij op dat moment jouw declaratie weer zeg maar naar de onderkant van het stapeltje en dan moet je weer opnieuw wachten. En dan heb je nog wel eens een keer dat je 3-4 dagen in de haven staat. Is corruptie een punt in Marokko? Ik weet het niet. Je weet het wel. Nee. Je wilt er niet over praten? Nee. Wat? Hè? Waarom niet? Nee. Maar als ik jullie onderling hoor praten, chauffeurs, dan wordt er gewoon ontzettend gekankerd op Marokko, op de bureaucratie, op Marokkanen. Ja, maar ja, chauffeurs moeten kankeren, anders zijn het geen goeie. Alleen voor de camera niet? Nee, nee. Omdat je hier nog wil terugkomen natuurlijk. Ja.
Zaken doen met Marokko vergt een speciale behoedzaamheid. Je bent afhankelijk van de autoriteiten. Niemand wil negatief opvallen. De concurrentie staat immers klaar om het van je over te nemen. En Ron, hij is nu eenmaal getrouwd met een Marokkaanse. Zoubida. Ze heeft een tijdje in Duitsland gewoond. Mis je hem niet, pa? Ja, mis hem niet. Natuurlijk. Ja. Mis hem. Maar ik heb dat gewusst. Ik heb dat gewusst. Zijn beroep is zo. Hij heeft mij gezegd. Dus ik moet dat begrijpen. Straks waar ik gebeurd zijn. Hi. Zijn altijd onderweg. Zijn altijd in autobahn. Dat heb ik gewusst. Maar toen ik vrij ben, was ik heb nooit gewusst. Ik ga met een vrachtwagenchauffeur trouwen. Ik heb nooit. Maar ik heb hem geliefd. Ik heb levenskoma van hem. Echt waar. Dus ik moet dat begrijpen. Dinsdagmorgen, de dag na aankomst. Het begin van de gebruikelijke periode van een paar dagen wachten totdat de papieren in orde zijn bevonden. Kijk maar, Rick. Alles goed? Goed slapen, jongen. Voor de chauffeurs is het hier en daar een praatje maken en de hele dag bij de wagen blijven voor het geval er een functionaris langskomt. Douaneactiviteiten, of zelfs maar douanepersoneel, mag niet worden gefilmd. Een man van het vrachtagentschap wel. Hij komt monsters nemen van de stof. Bij de export van lading worden die vergeleken met de kleding die ervan gemaakt is om zo illegale uitvoer te voorkomen. Een afkeer van openheid is er in de haven, maar ook in de confectieindustrie. Op één na alle ateliers waar we het vroegen, wilden filmen niet toelaten. Hier mocht het wel, maar het is volgens de directeur naar Marokkaanse maatstaven dan ook een moderne werkplek. De confectie is hier big business. Voor een belangrijk deel door de ligging van Marokko. Wij hebben het voordeel dat wij binnen 8 dagen, binnen 1 week kunnen leveren. Dus je ziet, vandaag is de wagen toegekomen en volgende week gaat dat er weg. Dus dat is een voordeel en dat gaat jij nooit kunnen, want het zijn de lage loonlanden. Dat gaat men naar Azië moeten gaan. En wat is het duurste in alle confectie? Is de transportkosten. Dus dan zal de transport nog duurder uitkomen. Maar als het hangend transport is, is soms de transportvracht duurder dan de loonkosten. Deze zakenman geeft wel toe dat hij met omkoping te maken heeft. Maar hij heeft ermee leren leven, zegt hij. Ja, dat is ergens. Ik vind het systeem wat dat maakt. Dat is ook als jij als toerist hier toekomt en je moet daar een douanier passeren. Ja, als je ziet dat loon wat die man verdient als douanier, ja, die gaat vragen. Die gaat niet corrupt zijn, maar die gaat iets vragen gaan, het toerist. Dat is niet alleen in Marokko. Ik denk dat dat in totaal Afrika is. Als je in de Oostbloklanden gaat, kan je datzelfde tegenkomen. Dat is gewoon weg. Ja, het systeem wat dat maakt. De levensstandaard is zo duur hier. Voor bepaalde Marokkanen, dat ze, ja, willen ze mee in dat cyclus gaan, dat ze gaan corrupt worden. Wat weet u daarvan als bedrijf? Van die corruptie? Moet hij ook wel eens wat schuiven? Nee, in geld niet. Nee. Ik zal wel zeggen dat er soms wat mensen kleedt, ja. In geld, nee. Ik vind, wij hebben een beetje goed leven. Maar het probleem is tijd. Maar ik heb alles. Ik heb alles. Hij brengt me alles. Maar het probleem is tijd. Geen tijd. Dus is normaal. Dat is normaal bij iedereen. Wil jij veel geld hebben, moet jij veel geld, veel werk doen. Immer onderweg. Mijn man is immer onderweg. Immer. Ja.
Ruim 5 dagen na aankomst in Marokko begint Ron weer aan de rit naar Nederland. Zoubida blijft nog even voor vakantie bij haar familie. En dan is zij weer thuis in Brabant en Ron, zoals altijd, onderweg. Ik hoop, wij blijven altijd samen. Ik begrijp zijn beroep, maar zijn beroep moet, ik moet dat een beetje accepteren. Thank you.